Middag. 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 Hoi. Middag. 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 Hoi. Zijn we compleet? Nee, nog een paar. Goed, neem even positie en pak wat te drinken. We zullen zo de briefing starten. Zo, goedemiddag. Compleet? Goedemiddag. Zit ja, volgens mij is nu iedereen hier. Ja, top. Jullie hebben de voertuig al gereed gezet? Ja, tweemaal. Toppie. Goed. Als iedereen wat te drinken wilt, dan kan dat nu. We gaan de briefing zo meteen starten. Bedankt in ieder geval om het voor de snelle opkomst. Ik ga jullie zo even inlichten wat onze melding is. Het betreft een demonstratie van de gele hesjes. Ze zijn bijeengekomen door middel van een Facebook actie. We verwachten eigenlijk niet dat heel veel mensen zijn opgekomen. Er zijn wel heel veel geïnteresseerden. Maar wat we zien is eigenlijk dat maar 5 man daadwerkelijk is gegaan. Ook zien op de camerabeelden is dat er 5 man op dit moment zijn verzameld voor het stadshuis. Die zijn aan het demonstreren. Ja, waartegen ditmaal weten we niet. In ieder geval, er zouden wel flares et cetera zijn gezien. Dus vandaar dat onze opkomst is gevraagd. Noodhulp is al een paar maal langs gereden. Die hebben eigenlijk nog geen bijzonderheden gezien. We gaan dus vooral nu preventief daar naartoe. Maar mocht het uit de hand lopen, dan gaan we uiteraard over op aanhouding. We zijn verdeeld in 2 bussen. Iedereen weet zijn eigen bus nog. Als ik niks hoor, dan is dat een ja. We gaan zo meteen met de bus daar naartoe. Gewoon zonder spoed. We zetten hem daar neer en we kijken eerst eens toe. Eerst vanuit de bus, dan zullen we uitstappen en toekijken hoe het gaat als ze ons zien. Hoe ze daarop reageren. In de bussen doen we wel al onze spullen op. De schilden laten we nog even achterin, mocht het uit de hand lopen. Wat we dus nog niet weten, dan gaan we over op de schilden en over op aanhouding. En ze vragen het gebied te verlaten. Mochten er strafbare feiten zijn geweest, worden ze uiteraard aangehouden. Wapens, denk aan messen, denk zeker aan vuurwapens, is meteen aanhouden, zelfs door middel van BTGV. Mochten er vragen zijn, dan hoor ik ze graag nu. Zo niet, gaan we richting voertuig. Ik hoor niks, laten we vertrekken. Linker voertuig rijdt voorop. Wij zullen naderen achter jullie. Ja, we zitten vol. Let's go. Dus hier links zou het zijn, let op wat ze gaan doen. We staan er met een groepje. Ik denk dat ze ons inmiddels wel hebben gespot. We zetten hem aan de overkant neer. We blijven even een moment wachten hier. Mocht er iets gebeuren, dan kunnen we blijven zitten. Mochten ze gewoon normaal blijven doen, dan kunnen we uitstappen.
Oh, daar heb je de Wouter. Er zijn flares gespot, ze hebben ons gespot. Nee. Lijkt erop dat ze niet raar op ons gaan reageren. Het zijn daadwerkelijk 5 man. We kunnen uitstappen, we gaan toekijken. Geen helm op, doe hem dan nog op. En zo niet. We worden met flares gegooid. Minder. 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 Ook flares richting ons, let op. Minder. 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 Ik ga eens kijken wat ze willen, man. Minder. Ga je motor stoppen. Molotov. Jongens. Wapens pakken, ingrijpen. Kom dan, hè. Kom dan. Op knieën, ik ben aangehouden. Laat die molotov vallen. Waarom? Laat vallen. Waarom? Hier komen, je bent aangehouden. Waarom? Ik kan niks mis. Hier, jongens, pak hem. Iedereen afstand houden. Hé, blijf van me af. Wegblijven. Blijf van me af. Blijf van me af. Jongens, let op met het vuur. Afstand. Afstand houden. Blijf van me af. Afstand houden, hè? Kom op. Doe toch niks fout? Help, blijf van me af. Jongens, deel hem even mede waarvoor die is aangehouden. Let op, ze gooien met spullen. Afstand houden. Afstand voor het verstoren van de openbare orde. Oh, ja, raad, je heeft het recht op een raadsman. En het recht om te zwijgen. Hé, hey, kom dan, ik heb niks gedaan. Let op. Waarmee gooien ze, is dat bekend? Balletjes. Oké, balletjes. Hé, hey, jongens, kom eens. Je spreekt de politie, jullie mogen allemaal het gebied verlaten. Zo niet worden jullie aangehouden voor verstoring openbare orde. Ja, dacht ik niet. Nogmaals, je mag het gebied verlaten of er zal geweld worden gebruikt. Heer, we gaan over op aanhouding. Goed, jullie zijn allemaal aangehouden voor het niet volgen van een ambtelijk bevel en verstoring openbare orde. Je mag op jullie knieën gaan zitten en de handen omhoog. Voldoen jullie daar niet aan, zal er geweld worden gebruikt. Oké, jongens, naderen. Rustig naderen. Let op met de flares. Nogmaals, jullie zijn aangehouden. Ga op je knieën zitten met je handen omhoog. Jongens, we gaan ze insluiten boven bij de ingang. Laatste kans, of er zal geweld worden gebruikt. Jullie zijn aangehouden. Ga op je knieën zitten met je handen omhoog. Goed, op je knieën. Op je knieën. Op je knieën. Hé, hey, jij hier komen. Op je knieën zitten. Meewerken. Omdraaien. Tegen de muur, zei je. Op je knieën. Ja, hoezo dan? Op je knieën. Handen omhoog, flair neerleggen. Oké, stil zitten. Ik leg een boeien. Hang me naar beneden. Even opletten dat er geen andere mensen komen nog. C, 5 man aanhouden. Een keer gedaan. Opstaan. Opstaan. Vriend, waar buiten dat jullie zijn. En wie? Doe eens even rustig, joh. Raak me niet aan, vriend. Controleer nog even het gebied of er geen andere mensen nog komen. Zetten ze in de busjes en we vertrekken. Ja, kut, Wouter. We gaan zo meteen nog even wat extra eenheden vragen voor transport. We willen ze niet allemaal in één busje. OC, kunnen wij een aantal eenheden krijgen voor transport in verband met 5 aanhoudingen? Pieserik. Pieserik. Doe misschien zat in dat busje, man. Het gebied blijkt verder rustig. Ik zit nou weer op een wouten busje, man. Ik zit gewoon in een wouten auto. Ik weet niet of het verstandig is om met die drieën in één bus te gaan. Nee, er komen extra busjes aan. Ja, ik zal deze 40 miljoen op plaatsen. Jongen, flik gewoon net op, jongen. Ik doe er helemaal niks verkeerd. Hey. Kijk eens, joh.
We kunnen het alleen niet aan, hey. We kunnen niks alleen niet tegen maken, joh. Wat dan? Altijd vriendjes erbij roepen, hè? Dan vraag er nog maar 5 bij, hoor. Later. Die laatste persoon moet even in deze bus. Daar zit er alleen in. Ja, hebben iedereen een busje? Rustig. Ja, ja, iedereen zit erin. Top. Nou gaan we weer retour AB waar we ze insluiten. Hup, we hebben nog een rood licht. Dan moeten wij voor elk rood licht stoppen. Ik moet niet gewoon even dat terugschieten. Kijk, we kunnen zich in de tv'tje hangen ofzo, dat het een beetje toffer voor ons is. Een beetje saai, hè? Je hebt helemaal niks gedaan. Ben je al medegedeeld waarvoor je bent aangehouden? Ja, nee. Hij heeft pas 5 keer gedaan geloven, maar ik zal het nog een keer doen. Je bent aangehouden voor storing openbare orde. Je bent niet te antwoorden verplicht, je hebt recht op een advocaat. Je wordt zometeen voorgeleid bij het politiebureau, waar we bijna zijn, bij de hulpofficier van justitie. Die gaat jouw aanhouding toetsen of die rechtmatig was of niet. Wie had dan last van mij, toch niemand? Nou, wij. Je voldoet niet aan ambtelijk bevel, die komt er ook nog bij. We hebben je verzocht om... Jullie konden gewoon weggaan. Nee, jullie konden gewoon weggaan. Dat was wat wij zeiden tegen jullie, dat hebben jullie niet gedaan. Ja, wij waren er eerst. Ja, maar zo werkt het niet. Ja, in mijn handboek werkt het wel zo. Je hoort zeg maar te voldoen aan ambtelijk bevel. Dat heb je niet gedaan. Nou, dat is jammer dan. Maar daarvoor ben je dus nu wel aangehouden. Dan mogen we hier even alle fouilleren. Ja, we zitten hier gek. 5 man, heel goed. Nog een fucking molotov op je kop gooien, of niet? Hey, ga niet aan me zitten, joh, gek. Oké, hey, vriend, ja, heb je nog spullen bij je waar ik mag compenseren? Die je niet bij mag hebben? Nee. Oké, dus alles wat ik vind is van jou? Ja. Deze is gereden. En niks. Eerst cel hier. Ja, deze is ook gereed. Doe dat gasmasker daar nog even bij me af. Ook nee, deze cel 2. Eerste cel en even die bivak met z'n af doen. Nee, maar ga even uw masker afdoen. Jij ook even je gasmasker af. Hier. Ja, heeft je bivakmuts af, vriend? Ja, yes. Deze? Okay. Ja. Heb je bivakmuts af? Meneer, kom. Dat masker af. Jullie gaan hier niet verzetten, hè? Oké, even ja, eventjes je dingetje af. Je bandana. Hey, ga je nou zelf mee op een vat? Even de even gasmasker af. Oké, okay, dank je. Ja, nog een molotov op je kop gooien of zo. Waarom zitten jullie je helmen niet op? Waarom zitten jullie je helmen niet op? Gasmasker af, laatste keer. Waar kan deze in, collega? Kijk even naar mijn collega, cel 2, ja. Bij de politie. Hey. Ga je boeien los doen, ik verwacht geen rare dingen van je, begrepen? Ja, je kunt van mij alles verwachten wat je wil. Ja, hetzelfde, ik ga je boeien afdoen. Als je raar gaat doen, dan lig je met je neus op de grond. Ja, nu mag je naar achter gaan, mijn cel. Hop. Mag even omdraaien, totdat wij zijn weggelopen, ja? Want ook hier zal gewoon geweld worden gebruikt. Ja, hier gaan geweld gebruiken, dan ik ook. Tegen de muur. Voor jou ook, hè? Afwaarschuwing, tegen de muur. Achter tegen de muur, totdat wij weg zijn. Gewoon even je handen tegen de muur, ja, kom maar, collega. Top. Hey, ben jij die verrader? Ik weet niet hoe je heet, maar vergasmasker met elkaar, hè? Ben jij die verrader? Spelen of zo? Hey, voor jou hier even, je mag je weer omdraaien, hoor. Ik heb gebeld of zo. Ben eens aangehouden, niet volgen ambtelijk bevel en verstoring openbare orde. Ik zei je handen tegen de muur. De hulpofficier van justitie komt zo meteen bij je. Kan tot 6 uur duren tot hij bij je is. En die zal kijken of je aanhouding rechtmatig was, ja? Ja, heb je keus? Allee, ja. Nee, eigenlijk niet. Keus heb je ook wel. Goed. Heren, voor jullie. Gasmasker nog even snel af. Ja, maar normaal doen, want we kunnen ook met schild en al naar binnen komen, hè? En dan lig je ook. Kom, ja, die kutpolitie wordt er schijtziek van. Je moet altijd een feestje verpesten, hè? Dus voor jullie. Kom dan ook naar binnen. Hè? Kom dan ook naar binnen. Echt paardenpoepen, zit je fluwe stiften. Gaan we rustig doen of moeten we binnenkomen? Want we komen snel naar binnen. Ja, kom dan, hè?
Oké, heeft iemand een schild bij? Vloeren hem, zetten we hem in isolatiecel. Moet ik nou zo'n molotov cocktail op je hoofd gooien? Hé, blijf hem ook! Hé, niet duwen! Ik hou het tegen de muur heen. Hé! Liggen! Collega's, kunnen jullie hier gaan? Liggen! Au! Niet stoer komen doen! God! Wat zei? Duidelijk geweest toch? Hoe gekkigheid nou? We waren duidelijk. Ach, jongen, kom dan. Gasmasker eraf doen, laatste keer. Ja, niet de hele tijd om smeken. Welke van de twee was het die aan het slaan was? Ligt zelf wel of zo. Ja, ik heb hem hier. Ja. Dan moet je het weer zoeken. Laat die andere maar even geboeid hier. Nee. Nou, jongens. Ja. Zet hem aan de isolatiecel. Ja. Gaan we regelen. Jo. Hey, goed gedaan, pik. Deze is gasmasker. Ja, dan trekken we hem af. Ja. Nee, ik kom met gasmasker. Hou hem vast, we trekken het gasmasker af. Ja, ga je maar dan eens aftrekken. 1, ja. Goed, voor jullie twee ook nog even. Jullie zijn aangehouden voor verstoring openbare orde en niet volgens een ambtelijk bevel. Ja? Hoi. De hulpofficier van justitie zal zo meteen komen. Kan tot 6 uur duren, 6 uur lang tot hij komt. Die zal kijken of de aanhouding rechtmatig is. Ik zou zeggen, doe gewoon normaal tegen hem. Nou, sla elkaar vooral lekker. Maak het niet te bont, ja? Heb jij meegeluisterd? Hè? Heb jij meegeluisterd? Waarmee? Wat ik net tegen je twee vrienden vertelde. Let op, die is een kitsen. Ja, ik heb een helm op. Je hebt er niks gedaan. Hé, hey, heren, rust, anders komen we met schild en dan naar binnen leggen jullie allemaal bij met je neus op de grond. Oké, okay, ja. Nog isolatiecel vrij. Ja, ja, ja. Laat hij met zijn, gaan ze beide. Ja. Binnen. Maar ik heb geluisterd, ja. Afstand. Zo, op uit de grond. Weer een molotov gaan gooien of zo. Waar is die justitie komt? Aan de achterkant, collega. Waar is achter je? Honden van justitie. Hey, daar je. Goed, hebben ze allemaal rustig. Goed gedaan, pik. Oké, we kunnen allemaal naar boven voor de debriefing. Ja, maar is een beetje water of niet, hoor. Oh ja. Goed, we zijn compleet zo te zien. Pak wat water zou ik zeggen. Goed werk allemaal. Een hele korte debriefing. Van mijn gevoel ging het erg goed. Een mooie aanhouding verricht. Jammer dat ze hier beneden zo tekeer gingen. Dat is niet te voorspellen. Gelukkig hadden we het schild. Hadden ze redelijk snel onder controle. In de commotie allemaal hebben we niet helemaal gezien of er gewonden van ons zijn gevallen. Ik weet niet of iemand rakenklappen heeft gekregen. Mocht het zo zijn kunnen we even naar de huisartsenpost gaan bij de Erasmus. Zo niet zou ik zeggen. Het is al laat. Ga lekker naar huis. En we zien jullie morgen weer. Joep. Joep. Hey, fijne avond. Fijne avond.